met Kokkie. Goedemiddag. Het is werkelijk interessant. Ik ben Kokkie van Vliet, 91 jaar. Ik ben de nieuwste verslaggever voor Van Sux. Karma. Hoi, hoi. Kok, waar zijn we? We zijn hier in Hilversum. En dat wil ik toch graag zeggen, dat is de plaats waar ik woon. Ik heb echt wat je noemt hier een thuiswedstrijd. En ik ben hier bij, eigenlijk bij de massagesalon, maar waar het eigenlijk om draait. Ik krijg hier van onze Nathalie Chinese yoga. Qineng Qigong. En Qineng Qigong is een soort Chinese yoga. Het is een Chinese bewegingsleer. Het is de bedoeling dat je helemaal ontspannen raakt. Je geest raakt door leeg. En je lichaam raakt alle spanningen en stress van nu kwijt. En hoe klinkt dat? Ik zou bijzetten, beyond mijn comprehension. Ik kan het niet helemaal bevatten, maar ik merk het wel. Ik onderga het wel. Heb jij ooit iets gedaan aan yoga? Nee, ook niet aan Chinees. Ben je er klaar voor? Ik wel. Ja, wat zeg maar. Ja, zeer zeker. En dan beginnen we met een kleine ontspanningsoefening. En dan ga ik je eigenlijk door de oefening heen praten. En dan mag je alle zorgen loslaten. Ik schud je wat uit. Lekker. Zachtjes. En laat je handen maar weer zakken. Vlak boven je hoofd. Voor je gezicht langs. Leg maar op de buik. Kijk, ik heb een maar die heb ik niet. Kijk, en dan schudden we de buik. Ja. En zwier maar met je armen. Pas op, Kokkie. Ja, zie je. Niet vallen, Kokkie. Als er iets niet lekker gaat, niet soepel, dan moet ik dat doorzetten. Komt er absoluut in voor. Het is mijn yoga eigenlijk niet de bedoeling. Het komt er vanaf. Soms wel, soms niet. Ja, ja. Laat maar los. En los. Ja. En als hij het nou loslaat, dan moet je ook loslaten. En dan mag hij zo naar beneden vallen. En stop de beweging maar weer. Dan gaan we afsluiten. Dan mag je je ogen heel even sluiten. Even ontspannen en rustig. Voel hoe elke cel in je lichaam nu ontspannen is. Je geeft jezelf een compliment. Je hebt het heel goed gedaan. Oh, ja. Ja, is dat niet overdreven als ik mezelf een compliment geef? Nee, dat is juist heel erg belangrijk. Dank je wel. Oh ja, nou, dat doen we anders. Kijk, daar doe ik het voor. Ah, heerlijk, mooi.